Restaurant Humphries krijgt ruim 130.000 euro van de gemeente Nijmegen. Het bedrijf krijgt dat bedrag als compensatie van het omzetverlies ten tijde van de werkzaamheden aan de Waalkade. In 2013 en 2014 was de Waalkade ruim anderhalf jaar afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de kaderrand. In die tijd bleven de gasten weg bij de horecabedrijven aan de Waalkade, ook bij die van eigenaar Rob Adriaanse. De gemeente Nijmegen gaat nu akkoord met het voorstel van de advocaat van Adriaanse en zal dus binnenkort het bedrag overmaken naar de rekening van het bedrijf. Voorwaarde is dat Humphries afziet van een verdere zaak. De scheepvaart wordt vaak gezien als de meest duurzame transportwijze. De binnenvaart haalt immers heel wat vrachtwagens van de weg. Toch is die scheepvaart in Nijmegen een belangrijke bron van luchtvervuiling. De 500 schepen die dagelijks de stad passeren veroorzaken zelfs meer vervuiling dan al het verkeer dagelijks op de twee stadsbruggen over de Waal. Dat zegt Remco Hoogma, die namens Nijmegen actief is bij de landelijke projecten om de binnenvaart schoner te krijgen. Dinsdagavond om 8 uur staat in het Duurzaamheidscafé een Lux de binnenvaart als een van de verborgen vervuilers als thema op de agenda.